Peter, ik moet eerlijk zeggen, een week geleden toen jij 99% zei, toen was ik een van die mensen die moest lachen. Sorry. Dat vind ik jammer. Ja. Maar ik aanvaard het. Die excuses. Jij wist het gewoon, hè? Ik wist het gewoon, ja. Ja. Hoe was er gisteravond voor jou, na de wedstrijd? Ik moet eerlijk zeggen, lachwekkend. Omdat natuurlijk met die 99%, ik dacht er gelijk aan. Ik dacht, nu heb ik ze. En ook nog een fotootje op Instagram om te laten zien dat je afgetraind bent. Ja. Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik wou het al lang al doen. Maar mensen om me heen zeiden, nee, wacht op het juiste moment. Wacht erop. Je hebt vertrouwen dat je kampioen wordt, doe het dan. Ja. Dat is het juiste antwoord. Heb je nog een boodschap voor al die haters van je? Ik hou van jullie, man. Dat is een mooie gedachte. Mooie gedachte, klopt. Hey, het feest loopt hier op zijn einde, iedereen gaat het podium af. Wat staat er vanavond op het programma voor jou? Ik weet niet. Je gaat knijterlam worden, zeg eerlijk, hè? Het gaat lang worden, ja, dat sowieso. En we gaan het vieren. Ja. En we gaan volgende week pas naar China, dus het duurt nog lang. Komt wel goed. En weet je wat je volgend jaar gaat doen? Nee, ik denk eerst aan vanavond, want dat moet ik eerst wel overleven, man. Ja. Hoe lastig wordt dat? Is die kans ook 99% dat jij vanavond overleeft? Ik heb het al gezegd, ik doe die gok wacht ik nooit meer. Het is één keer en laatste keer, want anders verlies ik. Dat jij vanavond overleeft, gewoon 50-50. Ja, dan is het wel 50-50, ja. Geniet ervan, doe een beetje voorzichtig, hè? Niet te veel drinken. Ja, nee, zeker niet. Ik drink niet.